Hallo, welkom bij de bijen bij Hotel Stijn van de Valk. Nou, het ziet er weer goed uit. We gaan vandaag een controle doen, kijken hoe het met de honingkamers is, maar ook hoe het met de bijen is. En het leuke is, ik zie hiervoor dat ze nog met stapel stuifmeel binnenkomen. Dus er is nog een heleboel te halen voor ze. En zoals het beeld, zoals je net al zag, was, is dat nog steeds hier een geweldig bloemenweide staat. En voor alles leuk in bloei staat. Hoe mooi is dit dan? Nou, we gaan eens in de kast kijken. Kijk gezellig mee. Ik hoop dat de bijen niet de camera gaan overnemen deze keer. De honingkamer was het vrij rustig. Het volk heeft in de honingkamer door de omstandigheden weinig helaas kunnen doen. We zien hier wel een dop. Het schermseizoen is in principe over, dus dat zijn de doppen zouden niet meer nodig moeten zijn. Dus we willen nu zien of de koningin überhaupt nog aanwezig is. Deze dop laat ik dus nog even hangen. Mocht het nodig zijn. Nou is het dan niet meer echt de tijd om koningin te gaan aanmaken. Zoals we te weinig tijd voor de bevruchting. Omdat straks de darren ook uit het volgende worden. Ze zijn niet meer nodig. Ze worden ook niet meer aangemaakt. Dus het is wel belangrijk dat we even goed in de gaten houden. Dat het gezond blijft. Hier ook nog een dop. Weer een koningin dop. Of dan nog wat te eten voor ze is. Nou, we zien hier heel veel larfjes en gesloten bord. We zien ook vrij verse larfjes. Dus de koningin is er volgens mij nog. Dat betekent dat ik in ieder geval vanaf nu de ramen alle doppen ga wegsteken. Die ik tegenkom. Ik heb hier wel gesloten dop. De anderen waren bijna aan het sluiten, dus we zijn op tijd, mocht er nog geswermd moeten worden volgens mij. Ik laat deze ook voor de zekerheid nog heel eventjes staan. En we lopen nog even verder naar binnen. Dus echt zeker weten dat hier die koningin nog in zit. Een tijdje geleden nog zoveel zwermneigingen waren. Want het was toen een nieuwe raam ingezet. Nou, dat hebben ze ondertussen uitgebouwd. Dat heeft de koningin ook belicht. Niet helemaal nog. We gaan nog even verder kijken. Hier zien we weer een mooi broedstuk. Er zitten geen gaatjes in broed, het is allemaal gezond dus. Kijk hier nog eventjes. Eigenlijk hetzelfde verhaal. Dit raam geen rare dingen. Ook nog geen koningin. Ik zou heel graag de koningin willen zien. Zeker door de twijfels over de doppen. Of ik wil echt een raam zien waar de larven zo ontzettend. Goed. We zien wat stuifmeel op. En nog dat er niet heel veel voer in de kast zit. Het is niet zo dat de kast ontzettend leeg is. Kijk eens even mee. Het wordt al wat rustiger na het losmaken van de kast dat de ramen vastgeplakt zaten. Dat hebben ze dan wel knap gedaan. Nou, waarom vliegen de bijen zo hard op? Zijn ze agressief? Nee, dat zijn geen agressieve bijen. Maar ik moet bedenken dat ik een hele huishouding aan elkaar sta te trekken. Deze bijen zijn aan het beschermen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het zelf wel erg goed vind en fijn vind dat ik een volk heb staan die zichzelf beschermt. Het is natuurlijk fantastisch om een volk te hebben waarbij je zeg maar naakt bij kan staan zonder dat er iets is. Maar dan maak ik me dan toch wel over zorgen dat als je dan in de kast bezig bent,
en degene bij zich de boel aan het beschermen is, dat vind ik wel ernstig. Intussen steekt er eentje dwars de maanschoen heen, met mijn vinger, en ik zie de koningin. Hier loopt ze, ze is bezig, ze is aan het leggen. Dat is er. Ze zijn er bijna aan het beschermen voor de camera, de bodyguards. Zit nu mooi stil. Zit met de grond boven een raam. Hangt er echt in. En dus ze is gewoon aan het leggen. Volgens in principe in orde. Wat ik even doe, ik loop nog even door de ramen heen om te kijken hoe zit nou eigenlijk het voer. En dan is eigenlijk verder deze controle voor deze kast klaar. En gaan we zo naar de volgende kast. Goed, we zijn bij de volgende kast bij Hotel Stijn. En gaan eens kijken hoe het er hiervoor staat. Hier zit het deksel wat meer dicht en het is hier wat voller boven. Dat is ook naar verwacht. Kijken hoe het hiervoor staat. Zeker. Vijf ramen vol met honing. Het is allemaal vers honing zo te zien. Het zit echt vloeibaar nog in. Schuin houden. En dan draait het eruit. Dan maar niet. Het laten we verder gaan. Met rust. Op de raam geplakt. Ik had vorige keer al gezegd dat er een raam aan de buitenkant zit. Een oud raam. Dus, ja, die misschien gaan vervangen. Dan richten we het even aan. Naast de koningin zelf. Ja, we zien hier boet, er is al deels uitgekomen. We weten van de vorige controle dat er heel veel ramen boet waren, dus er zijn ook heel veel bijen uitgekomen. Of die gaan uitkomen. Nou, dat zien we dan ook. Komt nog uit en er is al uitgekomen. Top. Zet hij aan de kant. Nou, dan hebben we weer een mooi raam. Hier zit een zijraam voor vaak wat voer in. Ook hier is het wat leeg. Ze zijn aan het poetsen zo te zien. Dit raam komt ook niet heel zwaar aan verder, dus er zit niet heel veel voer in. We zien een heel klein beetje nog oud broed. Het is natuurlijk ook vroeg met broed, want we hebben vorige keer gezien dat heel veel ramen broed zaten. Dus deze is volledig uitgelopen, maar die is schoongemaakt. Nou, we gaan eens even kijken met deze. We zien hier een hoop stuiven. Mooie kleuren, we zien geel, heel licht geel, we zien wit. We zien wat donkergeel aan pootjes zitten. En ik zie al tussen het broed door en de bijen door zie ik ook larfjes. Ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. Larfjes en gesloten broed, dus de koningin is echt, en hier zit ook vol met larfjes, dus de koningin is hier veel op aan het leggen. We zien hier een darretbroed. Nou, die zijn straks niet meer nodig, die darren. En hier zien we wit stuiven van de pootjes, nog wat darbroed. Wekselbroed. Ik zie ook hier op de ramen niet heel veel voer. Ik zie wel heel veel larfjes weer in de cellen liggen. We hebben nog geen koning gezien. Kijk, hier zien we weer zo'n uitgebreid broedveld. Helemaal volgesloten broed. Nog steeds wat darbroed. Maar geen neiging om te moeten zwermen of wat. Net ook in niet erg wat bijen beschermen. Ja, eigenlijk wel goed. Even praten. Wat fantastisch broed is dit weer. Kijk eens, helemaal van links naar rechts. Goudgeel broed vindt. Wel mooi om naar te kijken hoor. Deze kant? Nou, zo niet voller. Echt, het is wel heel top werk. En dan wordt er zo'n eitje gelegd. Door de werksters wordt het allemaal vol met voer gestopt. Het wordt verzorgd, schoongemaakt.
En als het zover is voor het larfje om te gaan ontwikkelen, wordt er een dekseltje opgemaakt, er wordt er wat voer ingepompt. En dan mag het een bijtje gaan worden. Zelfs bij een pak kan het zijn een bijtje dat agressief is. Het is agressief, verdedigend. Als bijen agressief zijn, dan komen ze uit de kast en vliegen ze direct naar mensen toe die in de omgeving zijn. Dat doen ze niet. Ze beschermen op het moment dat ik de kast. En nogmaals, dat vind ik eigenlijk wel prettig. Vernietigd, maar die Aziatische hoornaars vreten bijen en jagen ze zelfs op. Nou, mijn bijen zijn gelukkig aan de jagerras terug, zo te zien. Maar dat maakt het prettig dat de bijen ook zin kunnen verdedigen. Dus mochten die hoornaars komen, misschien dat ze een techniek kunnen bedenken, zoals zo. Bij in Azië al bedenken om zo'n Aziatische hoornaar helemaal in te vallen. Aanvaller. Aziatische hoornaar volgens gevaarlijk. Nou, in zoverre. Wat was het volgens mij als je 50 meter van het nest zit of zo? Dat kan misschien. Het ziet er allemaal heel mooi uit. Dit. Nogmaals, ik had hier niet gezien. Zelfs wel eens een keertje overgewandeld hier. Geen probleem. Kijk hier nog even naar. Ik zie ook nog ook hier heel veel broed op zitten. Laten we dit ook gewoon nog even lekker hangen. Omdat dit aan de zijkant hangt, zal die van de winter dit raam gewoon verder ook niet meer gebruikt worden. En zullen ze steeds verder naar het midden trekken. En het voorjaar. Haal hem desnoods eruit als we het nog niet in het najaar doen. Want ik vind het zonde om dit broed weg te halen. Hier komen nog heel veel mooie bijtjes uit. Ik moet eerst maar even uitlopen. Goed. Geslaagde controle wat mij betreft. Geen kopie. Maar hetzelfde geld hebben jullie op de camera daar wel gezien hoor. Goed, dat waren de controles bij Hotel Steen. Volgende keer weer. Deze kast. Voor. Andere kast. Volop. Ene kast nog doppen. Andere kast helemaal geen doppen. Gewoon twee kasten die tegelijk geplaatst zijn. Twee hele gezonde volken. Zo ontzettend verschil kunnen laten zien. Dat was leuk. We kunnen waarschijnlijk uit één kast straks nog een laatste honingoogst doen, maar ik laat voor de zekerheid even zitten. Zeker weten dat de bijen zelf voedsel hebben. Maar wat er dan gebeurt, we gaan richting het einde straks, augustus. Ligt aan wat de dracht de omgeving nog doet, kan er misschien nog wat flink gehaald worden. En dat de kasten nu straks gewoon blijven staan in de winter. Even straks in het voorjaar, dat ze gelijk kunnen beginnen met vliegen. Uitgebouwde ramen zijn allemaal goed, hoeven alleen maar straks netjes het raam vernieuwd te maken. En dan krijgen we een heel mooi verhaal. Nou, dit waren de controles. Wil je nou meer zien, meer weten, kijk op www.bijenhuren.nl. Zie je ook alle filmpjes van ook Hotel Steijn. Dag!